De profs van Almere City FC hebben de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen gewonnen. 12-0, of je moet eigenlijk zeggen 0-12 werd het tegen de amateurs van VV Zeewolde, die normaal gesproken uitkomen in de vierde klasse. Ja, trainer Jack de Gier, over de eerste helft denk ik dat je best tevreden kan zijn. Jullie gingen rusten met een 10-0 voorsprong. Ik denk dat jij dat ook zo gezien hebt. Ja, zeker weten. De opdracht was om voor beide teams eigenlijk vanuit de eerste trainingsweek drie kwartier volle bak te spelen. En dat hebben allebei de teams gedaan. Ja, en positief dat je spits, Sven Braken, terug is en meteen ook even lekker drie keer scoort. Ja, sowieso voor spits is het altijd lekker om te scoren. Ik denk dat het voor Sven heel belangrijk is dat hij er nu voor het eerst, sinds ik in ieder geval bij Almere ben, vanaf de voorbereiding bij is. En dus ook een goede voorbereiding kan draaien. Zijn spits aan doelpuntjes maken is altijd lekker. Ja. Dan heb je ook een speler op proef, Charlie Velter. Hoe is hij jou bevallen in deze wedstrijd? Hij scoorde één keer, maar hoe is hij je bevallen? Charlie Telfer heet hij. Telfer. Prima. Ik denk als je de wedstrijd gezien hebt, het aandeel wat hij heeft, vooral in het voetbal, dat het absoluut een talent is. Ja. Dus daar willen jullie graag mee verder? Hoe staat het daarmee? Nee, we hebben twee weken afgesproken met Charlie en na die twee weken gaan wij evalueren en kijken ja of nee. Ik heb hem ook verteld dat we deze trainingsweek afsluiten met Zeewolde. Dat we volgende week wedstrijden hebben tegen OFC, dat is tweede divisie, en tegen Cambuur natuurlijk. Die bij ons in de Jupiler League spelen. Dat we aan het eind van die periode dan ook gewoon een goed totaalbeeld hebben van hem. Tweede helft stuk moeizamer. Het wordt uiteindelijk 0-12. Jullie scoren twee keer in die tweede helft. Met één doelpunt ook nog in de laatste minuut. Hoe kwam dat volgens jou? Ik vond de eerste helft gaf de tegenpartij wat meer ruimte weg. En lag er wat meer ruimte achter hun laatste linie. Daardoor konden we vanuit de tweede lijn ook heel vaak doorkomen. Via de zijkant doorkomen. Ik denk dat de coach verteld heeft in de tweede helft het wat behoudender te doen. En wat meer rondom de 16 te spelen. Dan is het wel lastig om door te komen. Vind ik wel dat we een aantal situaties waarin we aardig voetbalden. Het dan ontbrak aan de juiste eindpaas of bezetting voor de goal. Ik denk dat het grote verschil was met de eerste en de tweede helft. De eerste helft goede combinaties. Een goede eindpaas waarin we een aantal ballen gewoon over de doellijn konden lopen bijna. Dat zag er prima uit. Al met al tevreden over deze eerste oefenwedstrijd? Het is de wedstrijd die wordt gespeeld en is dan officieel. Maar het is voor mij de eerste trainingsweek. Wat ik belangrijk vind is dat we fit blijven, dat we een fit team creëren. En dat je zo'n week afsluit zonder blessures. Waardoor je volgende week weer de net genoemde wedstrijden kan spelen en de volgende opbouwfase. Veel succes daarbij, dank je. Dank je.